Het is natuurlijk balen. Ja, zeker. Je had vandaag veilig kunnen zijn volgens mij, maar dat is helaas niet gelukt. Alleen, ja, we hebben het nog steeds in eigen hand en we moeten gewoon zondag gewoon winnen van NEC. Toch was jij wel vandaag weer de man van Fortuna, moet ik zeggen. Ja, ik weet het niet. In het begin de eerste helft kon ik nog wel een paar ballen uithouden. Maar ja, dat is toch wel zonde dat die andere twee erin gaan. Maar ja, ik voel me goed. Ik heb vertrouwen. En ja, dan kijk ik ook meteen naar het team. Het team heeft ook vertrouwen om zondag een goed resultaat te halen. Merkte je wel achterin dat Samaras wegviel? Ja, hij is natuurlijk een belangrijke jongen. Maar Nigel heeft ook genoeg kwaliteiten daarvoor. Dus die heeft ook gewoon goed opgepakt. En ja, wat je wel ziet is dat we gewoon een aantal hele belangrijke jongens missen. Ja. Maar ja, dat was niet anders. Maar we hebben vandaag geknokt, alles gegeven. Nog een aantal kansen, goede kansen gehad. Ja, dan valt hij net niet de goede kant op. Ja, het scorend vermogen was er niet vandaag. Zion Fleming met name, Zeuntjes. Ja, maar ik denk die jongens die er vandaag in stonden, kijk. Hij moet gewoon net goed vallen en dan moet je ook net een beetje geluk hebben. En wat je zegt, tuurlijk, we missen Mats en Zion. Dat zijn heel belangrijk voor ons. Dus ja, daarom is het goed dat zij zondag weer terug zijn bij ons. Ja, want zondag, maar één remedie, winnen. Winnen en dan zijn we er en dan vakantie. Dus daar gaan we gewoon alles voor doen en daar hebben we vertrouwen in. Want dat is gelukt natuurlijk, dat Heracles Sparta treft. Ja, inderdaad. Ja, dat is zeker zo. Maar ik kijk gewoon het liefst naar onze eigen ploeg. En wij moeten gewoon winnen en dan zien we wel wat daar gebeurt. Nou, kijk, als je wint natuurlijk, dan is alles. Ja, natuurlijk, dan ben je veilig. Ben je veilig, maar dat had net zo goed niet zo kunnen zijn vandaag. Ja, precies. Nee, dus dat scheelt wel, ja.